Op het moment dat ik deze video gemaakt heb, voelde ik me echt super kut. Jullie moeten weten dat het nu op dit moment al veel beter gaat met mij. Ik weet dat het lang geleden is dat jullie goed nieuws hebben gehoord van mij, maar hier komt ie. Sporadisch kijk ik wel eens een van je filmpjes en mag ik mezelf waarschijnlijk rekenen tot het bejaarde publiek. Graag had ik je erop gewezen dat indien je dit wenst, je mevrouw Verdood en PC een koekje van eigen deeg kunt geven. Hiervoor plaats ik even een quote uit het artikel van de Standaard. Deze guy is my guardian angel, man. De mensen die mij hebben aangeklaagd, deden dat in naam van een doctoraat of zo voor een onderzoek. Deden dat samen met Nadia Fessy in het kader van haar doctoraat over nieuwe vormen van reclame gericht op kinderen. Daarom hebben zij en Fessy de video van ACID aangegrepen als testcase en een klacht ingediend bij die app. Oké? You guys ready? Wetenschappelijk onderzoek mag nooit ten koste van iemand anders gaan. Typisch voorbeeld is dierenproeven. Ze spreken zelf over een testcase, met andere woorden, ze willen in functie van hun onderzoek een test uitvoeren waarvan jij nu het slachtoffer bent. Ik ben zeer benieuwd wat de ethische commissie van het KU Leuven hierover vindt. Je doet hierbij wat je wil. Yo, hey! Wat ga ik hiermee doen? Oh, I'm gonna fuck him up, man. Go fuck him up. Jullie moeten weten, toen ik deze video heb opgenomen, voelde ik mij nog kut en zo. En alles is wack en ik krijg alleen maar slecht nieuws. En dat gaat wel veel beter met mij. One love voor iedereen die sport. One love voor iedereen die part of the team is. Deze video heb ik 3 dagen geleden opgenomen. Dus enjoy. Maar weet dat het al veel beter gaat met mij. Had toch maar het bericht uit deze video. Ik heb een mooi bericht in deze video. So guys, see you guys tomorrow. And from the West Coast. Hey. Yo, het gaat niet zo goed met mij. Doe met mijn gezondheid, is alles goed en zo, denk ik. Maar het gaat niet zo goed met mij. Er zijn veel slechte dingen aan het gebeuren. Allemaal zo achter elkaar, allemaal opstapelingen. It's pretty sad, man. Het heeft niet allemaal te maken met de rechtszaak. Veel wel, maar niet eens allemaal. Ik heb mezelf eigenlijk alleen maar in diepere shit gestoken door een video te maken over wat is gebeurd. De media verdraait alles wat ik zeg zo erg. Dat elke keer als ik opgebeld word, dat ik echt moet oppassen wat ik zeg. En ik heb een paar keer iets veel beter geluisterd naar alle mensen die hadden gezegd tegen mij van yo, je maakt beter geen video hierover. Maar ik heb van yo, these people, you feel right here. Jullie zijn een deel van wat ik doe, dus jullie mogen het wel weten. Daarom heb ik de laatste tijd een beetje moeite met uploaden en zo, omdat ik elke ochtend wakker hoor en dan denk ik van oké, vandaag is een betere dag. Dan begin ik goed aan mijn dag en dan eet ik en dan bak ik een ei. En dan denk ik van oké, today we're gonna do something. En dan, net als ik wil beginnen, gebeurt er altijd zoveel fucking En het gaat allemaal goed met mij. Ik bedoel, ik ben blij en zo, maar ik ben toch sad. Ik zie heel veel mensen op YouTube en op Instagram. Ze zeggen van ja, als je gelukkig wil zijn, moet je accepteren wat je hebt en daar blij mee zijn. Shut the fuck up. Als je sad bent, dan moet je soms ook gewoon een keer sad zijn en dan zielige muziek luisteren. En huilen onder de douche of zo, wat ik wil. Ik had echt zin om Fortnite te spelen. Ik weet dat heel veel mensen nu zeggen van daar is hij weer met zijn fucking voor. Ik heb het al lang niet meer aangeraakt, man. De laatste keer dat ik een video hierover heb gemaakt, was ook echt de laatste keer dat ik gespeeld heb. Maar op de een of andere manier voel ik me zo slecht op dit moment dat ik echt zin heb om Fortnite te spelen. Dus AUB, give me a chance to prove that ik er een leuke video van kan maken. Ik wil deze hoed aandoen om te gamen, maar dan heb ik geen games aan. Dat is pretty nice. Waarom ligt er Lean en Loot Lake? Is dat Lean Lake? Dit is een map update ook elke seconde. Besef hoe diep dat ik moet zitten om de moeite te nemen om dit spel te updaten en alles weer klaar te zetten om hier een video van te maken. Terwijl ik weet dat... Yo, het is Fortnite. En ik speel het de eerste keer in een tijdje. We got a score, man. De meeste mensen denken dat ik alleen maar blij kan zijn en dat ik zo geen slechte tijd heb. Jawel, snap je iedereen? Er is niemand die elke dag... Niemand. Volgens mij is Salty Springs niet meer de place to be. Er is hier niemand. Ik was daarnet ook door Instagram aan het scrollen en ik zag allemaal social influencers uit Nederland uitleggen hoe je gelukkig moest zijn en zo. Hoog hoor je bek. Ik wil gewoon sad zijn op dit moment. Ik wil me een beetje kut voelen. Ik weet dat mijn leven goed is en dat ik heel veel dingen heb waar andere mensen van kunnen dromen of zo. Maar ik heb ook dingen waar mensen niet van dromen, waar mensen niet van willen dromen. Dus laat me ook even genieten van die dingen, snap je? Even genieten van die stomme shit. Deel misschien ook eens met je volgers dat jij je ook soms super kut voelt. In plaats van uit te leggen hoe je ermee omgaat, toon dan gewoon dat het slecht gaat met je. Niemand. Oude hier. Ik denk dat ik een of andere vibe rond me heb hangen op Fortnite dat niemand bij mij wil hangen. Yo, please! Trying to make a video! Dan heb je YouTubers die zeggen van het is niet de moeite om een video te maken om te zeggen hoe slecht dat je je voelt. Want daarom kijken mensen niet naar YouTube. Mensen kijken naar YouTube om me beter te voelen. Dit, dat. Ik voel me kut op dit moment. Ik ga niet doen alsof dat ik me goed voel. Dan straal je zoiets uit waar je niet bent. En dan ziet het er heel ongemakkelijk uit. En dan... Yo, wat is er gebeurd met de Tomato Town? Het is een town... Snap je? Ik ben altijd fan geweest van Tomato Town. Altijd. Favoriete plekje. Nooit goede loot. En nu dat ik me slecht voel, joh. I fuck with Tomato Town, man. From the West Coast.
Dit is gewoon hoe ik me voel op dit moment. Snap je? Tomato Town zag er ergens leuk uit. Zo helemaal funky. Nu is het zo een rare tomaat. Mensen komen mij tegen op straat deze week. En die denken dat ik zo vol energie ga zitten. Nee, deze week niet. Dit is gewoon echt een van de slechtste weken dat ik ooit heb gehad. Ik zag dat ze nog op een leuke manier, maar... I don't feel very happy. I don't feel very happy at all. Ja, I don't feel very good. For the fuck! Hey! Klaar voor een aggressive port play. Artfight! Oké, het was niet wat we verwacht hadden, man. Hey, weet je wat ik ga droppen? Tomaat! Dit wordt het potje. Ik land op die tomaat. Ik hak die fucking tomaat af. Hey, fuck die tempel. Die chuk chuk. Ah, die heb ik nog nooit gevonden in Tomato Town. Het heeft niet zoveel veranderd als Tomato Town hebben weggedaan. Er dropt hier nog steeds niemand. Ik heb zo'n theorie als je een lama vindt dat je de game bent. Shit! For the fuck! Lean Lake, een grote trampoline geworden. Dus ik zie allemaal mensen zo, woep, daar gaan we dus niet naartoe. Eigenlijk wel, eigenlijk is die plek nu echt wel de perfecte plek om die agressieve port fort play te gooien. Ik weet het is nog nooit gedaan door iemand. Daar gaan we. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Oh, hey, woep. En dan spring ik eruit. Yo, sta stil! Stop met springen! Yo! Yo, dit is niet the way. Yo, doe chill. Yo, hey. Oké. Hoe de fuck ga ik die airdrop ooit pakken? Oké. Natuurlijk, hij legt alles onder de grond. Wat is dit? Port Fortress! Wow. Yo, is een port a fortress? We hebben dit ding op. Ik wist niet dat dit terug in de game zat. Nee. Ik fok niet met mensen die raar bouwen. Dus we gaan doorgaan springen en dan die... Woop! Ik weet niet wat mijn mannetje is gewoon aan verder springen. Is oké. Mijn mannetje gaat nog steeds gewoon door. Nog steeds springende. Kijk, we gaan in dit hol. En dan is mijn mannetje opeens hier. Je mannetje bounced. En dan die... Snap je? Ik leid af met mijn... De tactiek is niet zo gek. Het werkt niet zo goed. Die raket heeft gewoon nog gehit. Wauw, we gaan voor die sneaky kill. What are you trying? Ik heb nog altijd die Port Fortress. Port Fortress! Oké, ik zat er niet in. Ho! Bitch! Get down! We hebben de nieuwe sniper. We hebben de heavy shotgun. We hebben de suppressed assault rifle. We hebben de grenade launcher. Ik heb alle items die ik nodig heb. We hebben één kill, maar I don't really care. We hebben gewoon alle fucking items uit de hele game. Thanks for the fortress. Wat zei ik over die llama game? Wat zei ik? Als je een llama bent, dan weet je de game. We in this, man. Eén kill. De silenced scar. Ik dat ooit dat mogen meemaken. Wat een kill. Guy had alle loot. Alles. Nu heb ik deze nieuwe sniper rifle. Die ene kill was ziek genoeg om alle loot te pakken die ik nodig had. Port Fortress heeft duidelijk mijn game gewonnen. Die guy wist niet wat hij moest doen. Hij dacht van, oh shit. Deze sniper is raar. Ik zie allemaal mensen, maar yo, hoe kan ik sniperen met deze... Hoe kan ik sniperen met deze sniper als ik niks raak? Yo, deze sniper is kapot. Kijk, ik ga me niet inbouwen, maar ik ga het safe spelen, snap je? Ik heb 2 maanden geen Fortnite gespeeld of zo. Ga voor die strakke win. Doen we door gewoon een beetje van die shrooms te chappen. Even langs die cirkelrand blijven. Het is niet campen, er is gewoon tactisch afwachten. En vanaf dat ik iemand zie, pow! Pak ik hem met die sniper rifle. Snap je? Ik ben gewoon die challenges aan het doen. Consume apples or mushrooms, snap je? Ik moet even die challenges doen. Even on point komen, ook al ben ik tier 100. Aangeel. Ik laat gewoon die boys elkaar killen, snap je? Dan finish ik deze game met 2 kills. Twee! Wow! Mensen snappen nog altijd niet dat het echt fucking lame is om in hut te spelen. Kijk, ik kan geen vrienden met je zijn als je zo dit doet. Je straft mensen af. Oh! Mensen die raar in hut spelen verdienen sniperkogel van deze nieuwe sniper. Oh, dat was een op! Yo, hoe de fuck was daarnaast? We hebben 2 mensen in 2 verschillende hutjes die raar aan het doen zijn. Yo. Yo, jullie moeten stoppen bij rare doen. Ik fok er niet mee. Ik vind jullie structure lame. Dus ik heb ook een naam voor dit soort potjes. Er is een potje die je in de pocket hebt. Zoals je ziet, pocket games. Easy. 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 Jawel, ik heb het meegestuurd met die e-mail. Er staat waarschijnlijk in je spam, zoals elke keer. Mama! Ja,
Ik ben gewonnen! Maar wacht, ja, maar niet roepen, jongen, Pieter slaapt. Ja, check, ik ben gewonnen. Woe! Boys. Zij toch? Venti Lama. Pocket Games. 2 kills, echt. Game in the pocket. En zo sluit ik deze video af. Easy wins. Boys, bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Ik voel me al een beetje beter. Hey, die Fortnite win werkt goed, man. Hey. Hallo! Dat is me! Hey, Sip!